ik ben Joost Schoonbrood, Maastrichtenaar, sporter in hart en nieren, zoals we dat noemen. En ik wil laten zien dat ook op oudere leeftijd het sporten zich nog steeds loont. Hardlopen betekent voor mij dat je een stuk vrijheid creëert door te gaan bewegen in de natuur. Dat je nieuwe dingen ziet, dat je plaatsen ontdekt waar je normaal niet komt. En dat je daardoor niet alleen fysiek, maar ook tussen de oren je hoofd mooi leeg kunt maken. Zodat je weer fris door kunt gaan met je leven zonder stress. En vooral de reis is het doel en niet de bestemming. Ze noemen we dus ook de grijze Keniaan. En dat heeft waarschijnlijk met mijn haarkleur te maken, maar ook waarschijnlijk met mijn snelle tijden. Ik ben Nederlands kampioen op de marathon, halve marathon. En doe ook ultralopen, zijn afstanden langer dan de marathon. Zo heb ik in Stijn, de 6 uur gelopen, heb ik 3 wereldrecords gelopen. Bij de mannen 55, bij de mannen 60 en inmiddels ook bij de mannen 65 heb ik een record staan. De langste afstand die ik gelopen heb is bijna 79 kilometer. Ik ben veilig gaan hardlopen omdat bij een onderzoek bleek dat mijn cholesterolgehalte te hoog was. En door te gaan bewegen is dat nu weer prima in orde gekomen. Ik was 36 jaar toen ik begon met lopen, dus inmiddels 30 jaar geleden. Toen heb ik het looplicht gezien en ben ik begonnen met een heel klein rondje om de kerk. En het rondje is groter geworden tot in de Himalaya toe, een afstand van 75 kilometer door de bergen gelopen. Nou, op een marathon betekent dat je veel duurlopen moet doen, dus langere afstanden zult moeten lopen. En als er heuvels in het parcours zitten, dat je ook veel heuvels traint. Ik kom net terug uit Zuid-Frankrijk, waar ik de afgelopen 4 weken heb ik daar 320 kilometer aan trainingen door de bergen gemaakt. Nou, voor de mensen die thuis zitten op de bank en dit zien, ik zou zeggen, doe je sportschoenen aan. Ik geef trainingen voor geuzelsport bij het Geuzelbad. Ik geef trainingen bij diverse clubs. Kom er naartoe en kom ook bewegen, want je bent nooit te oud om te gaan bewegen. Nou, een training bestaat feitelijk uit 3 onderdelen. Een warming-up, een kern van de training, en dat is afhankelijk van wat je van plan bent, en een cooling-down. Nou, die kern is belangrijk. Zoals bij een koude motor geven we ook niet gelijk plankgas, is het ook bij een training zo dat je eerst een goede warming-up doet. Nou, die warming-up dat doe je met een aantal dynamische oefeningen. Dat begint meestal boven in je lichaam en gaat langzaam naar je benen toe, zodat je je hele lichaam goed de warming-up gedaan hebt, goede doorbloeding, het hart al een beetje op temperatuur en op goede hartslag is. En dan pas begin je aan de kern van de training. Bij zo'n warming-up begin je meestal met je armbeweging. Zorg dat die armen goed tot zwaaien, dat je bovenlichaam goed losgemaakt wordt. Vervolgens draal je naar je heupen toe, draai je met de heupen. Zorg dat ook die heupen goed losgekomen zijn. Je zak naar je knieën toe, draai je die knieën wat los, zak door die knieën heen. Zorg dat inderdaad het onderstel goed los is. Doe de zwaai met de benen. Doe de hakkenbillen oefening. En op die manier probeer je toch al je auto, motor als het ware, goede bedrijfstemperatuur te krijgen. Zodat je lichaam inderdaad klaar is om de kern van de training uit te voeren. Ja, de kans op blessures zal toenemen als je geen goede warming-up doet. Kom naar een groep toe waar lesgegeven wordt in een looptechniek. Ga eens naar mijn website www.jogger.tk. Daar kun je ook contact mee opnemen als je vragen hebt over trainen of als je samen wilt trainen met mij. Dan kunnen we daar contact met elkaar opnemen en iets afspreken.